Beste raadsleden, welkom bij deze presentatie over het beeldkwaliteitsplan van het Zaankwartier. Ook wel bekend en waarschijnlijk beter bekend nog bij de Zaankampers als de fabriek Meneba die nu gesloten is. Dit is de technische presentatie die hoort bij het gevraagde besluit voor het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan van het Zaankwartier. Ik ben Cynthia van den Berg, vakspecialist erfgoed. Ik zal de eerste deel van de presentatie voor mijn rekening nemen. Daarna geef ik het stokje over aan mijn collega Nicole Verbeek-Wolthuizen van Stedenbouw. Als eerste laat ik even dit schema zien. Om sowieso het proces aan jullie te laten zien hoe dat verloopt voor het Zaankwartier. En ik licht het vooral toe op het gebied van hoe zit cultuurhistorie nou verwerkt in dat proces. Want daar beginnen we de presentatie mee. Zoals jullie kunnen zien staat cultuurhistorie bovenaan aan het proces. Daar zijn we ook mee begonnen in 2019. We zijn begonnen toen met het waarderen van de panden die daar staan, om te kijken van nou, welke moeten eventueel monument worden en moeten we behouden en welke niet. Maar cultuurhistorie is niet alleen maar de panden, maar ook de hele locatie. Dus dat is in 2020 is cultuurhistorisch verkenning gemaakt naar het hele gebied. En die cultuurhistorie die is verplicht voor het bestemmingsplan, zoals jullie wellicht wel weten. In het bestemmingsplan moet een ontwikkelaar, gemeente, die dan ook het bestemmingsplan maakt, moet aangeven wat er met de cultuurhistorische waarde is gebeurd. Nou ja, daarvoor moet je natuurlijk eerst je cultuurhistorische waarde in beeld brengen. En vervolgens moet je dus vertellen wat je ermee hebt gedaan. Daarvoor is sowieso de cultuurhistorische verkenning nodig. In dit geval met dit proces maak ik dus eerst een beeldkwaliteitsplan. En tegelijkertijd is er gewerkt aan een stedenbouwkundig plan. Die cultuurhistorische waarden die zitten in die twee producten al verwerkt, omdat dat weer terechtkomt in het bestemmingsplan. En na het bestemmingsplan wordt de openbare ruimteinrichting wordt ontworpen en ook de ontwerpen van het ontwerpen van de gebouwen volgt. Dus overal zitten cultuurhistorische waarden in verweven. Dus dat kunnen jullie hier met dit schema mooi zien. Zoals ik net al zei, zijn we het proces begonnen van Meneba met het waarderen van de panden. Zodat je weet nou, welke zijn heel erg bijzonder en hebben hoge waarden. Die zouden eigenlijk gewoon monument moeten zijn. Welke panden zou je nog meer willen behouden, maar iets minder van waarde? En welke panden zijn helemaal niet zo van waarde en zouden best gesloopt kunnen worden? Nou, dat zien jullie hier op deze afbeelding. In het blauw zijn de hooggewaardeerde panden. Die zijn niet zo lang geleden ook aangewezen als monument. Dus dat is op die manier geregeld. Dan zijn er de groene panden, dat zijn de positief gewaardeerde panden. Dat zijn de panden waarvan je zegt, die zou je eigenlijk wel willen behouden. Als dat niet kan, dan moet de ontwikkelaar wel onderbouwen waarom ze niet behouden kunnen blijven. Vanaf het begin met het opstellen van de ambtelijke overeenkomst is ook afgesproken dat de hooggewaardeerde panden aangewezen zouden worden als monument. En ook Silo Amerika was daar als positief gewaardeerd pand onderdeel van dat die in ieder geval behouden zouden blijven. Dus dat is in de anterieure overeenkomsten vastgelegd en zo is begonnen aan het proces. Onlangs heeft de ontwikkelaar onderzoek afgerond naar die positief gewaardeerde panden. En daar is uitgekomen dat er vier positief gewaardeerde panden behouden kunnen blijven. Dat is als eerste die Silo Amerika, waarvan al vanaf het begin wel het plan was om die te behouden. Het is echt een landmark in die wijde omgeving. En ook echt, iedereen herkent Meneba van verre omdat die silo daar staat. Maar verder worden ook de lastoren behouden, de meelzaksilo en het waterstofgasfabriekje. Dus dat zijn de positief gewaardeerde panden. En zo blijft het toch een mooi ensemble van panden behouden.
En de rest wordt ingevuld met nieuwbouw, wel met de uitstraling, zoals ja, van die fabriekspanden die er nu staan, dus die stoere uitstraling. En om die uitstraling ja, te behouden, is dus dat beeldkwaliteitsplan opgesteld, met onder andere geborgd die cultuurhistorische waarde. Na het waarderen van de gebouwen zijn we begonnen met de cultuurhistorische verkenning van het hele gebied van Meneba, het hele te ontwikkelen gebied, om te bepalen van wat zijn nou de cultuurhistorische waarden van het hele gebied. Want niet alleen maar panden kunnen waarde hebben, maar ook een dijk, watergangen, dat soort dingen. Dus dat leg je vast in een cultuurhistorische verkenning. In zo'n cultuurhistorische verkenning beschrijf je eerst de geschiedenis en de ontwikkeling van die geschiedenis van zo'n locatie, om vervolgens een analyse te maken van de waarde en een waardebepaling. En als laatste doe je aanbevelingen voor die ontwikkeling. Dus zo ziet die cultuurhistorische verkenning eruit. En ik zal daar wat voorbeelden in de volgende dia's geven. De ontwikkeling van het gebied van waar nu Meneba staat, kent een hele lange historie. Die begint eigenlijk al in de middeleeuwen met het slagenlandschap, wat u op het eerste plaatje ook ziet, die sloten met die weilanden ertussen. Dat is een middeleeuwse structuur. En de dijk is ook een middeleeuwse dijk. En vervolgens zijn daar in de 17e eeuw natuurlijk heel veel molens in de Zaanstreek bijgekomen. En ja, zo ook in dit gebied. Dus dat is de basis, de onderlegger van dit gebied. En daarna is, nou ja, over de loop van zeg 100 jaar die fabriek ontstaan. En dat is niet in één keer neergezet. Dat is in verschillende fasen ontstaan. Eerst aan de Zaan, wat kleiner fabriekje. Dat groeide steeds meer uit in de loop van de 19e eeuw. Die dijk lag er, die fabriek, hè, eerst tussen de dijk en de Zaan. Dat was niet groot genoeg, dus toen staken ze die dijk over en zijn ze daar verder gaan bouwen. En de gebouwen werden groter en de fabriek werd steeds meer naar het noorden en het zuiden ook uitgebreid. En ook dus landinwaarts. Dus dat zie je in het eerste hoofdstuk van de cultuurhistorische verkenning. En hieruit filteren wij de waarden. Hier een aantal voorbeelden van die waarden. Uitgebreid staan ze natuurlijk allemaal te lezen in die cultuurhistorische verkenning. Op het eerste bovenste plaatje ziet u bijvoorbeeld een paar stukjes oud slotenpatroon. Wat nog middeleeuws is, maar ook natuurlijk die dijk waar ik het net over had. Die Noorddijk, die middeleeuwse rivierdijk langs de Zaan. Het middelste plaatje laat een enorme diversiteit aan gebouwen zien en ook vooral de horizontale en de verticaliteit, maar ook in hoogte, in bouwvlak. Dus dat is een waarde die je toedicht aan zo'n fabriekscomplex. Vervolgens zie je een spel van horizontale en verticale lijnen binnen zo'n gebouw weer. Dat is helemaal rechtsboven te zien. Linksonder zie je dus die Noorddijk nog steeds lopen. Die is hartstikke herkenbaar nog steeds. En die luchtbruggen die zorgden voor de verbinding over die Noorddijk. Maar die Noorddijk werd verder niet aangetornd. Dan op het middelsplaatje onder een afwisseling van open en gesloten. Je kan je voorstellen een silo daar waar je graan bewaart. Dat moet lekker donker blijven. Er zitten geen ramen in. Maar een kantoorachtig gebouw, daar moeten natuurlijk weer ramen in zitten. Dus dat is ook een waarde van zo'n complex, dat sommige onderdelen gesloten zijn en sommige delen juist weer open. En die afwisseling is juist heel erg interessant. En rechtsonder zie je nog een keer uitgebeeld die diversiteit in bouwhoogte. Dus je hebt enorme hoge gebouwen, enorme grote silo's met daartussen wat kleinschaligere fabrieksgebouwtjes bijvoorbeeld. Dus ook die afwisseling is een waarde. Ook hier nog een paar voorbeeldjes van die cultuurhistorische waarden binnen zo'n fabriekscomplex.
linksboven nog een keer die diversiteit van die bouwblokken. Groot, hoog en laag, verticaal en horizontaal. In het midden nog een keer ook een afbeelding waar je die vensters ziet, maar ook de afwisseling in materialen zie je ook wel op de andere plaatjes. Het is zowel baksteen van die eerste fase, vooral die baksteen, bruine baksteen, maar ook latere fase met beton en ook afwisseling betonskelet met baksteen. Gepleisterd, plaatmateriaal, ja, dat soort stoere materialen. En die uitstraling wil je natuurlijk ook graag houden voor dat gebied, die stoere uitstraling. Dan rechtsboven nog een voorbeeld van die kleinschaligheid, het waterstofgasfabriekje. Dat is zo'n element waardoor je dat grote juist opvalt omdat er iets kleins naast staat. En rechtsonder nog een voorbeeld van gevelopeningen die ook heel erg divers zijn in het gebied. Omdat die tijdslagen ook heel erg divers zijn van de fabriek. In de 19e eeuw zie je gewoon kleinere openingen in zo'n bakstenen gevel. In de latere periode zie je van die vensterstroken in betonbouw. En je ziet ook verticaal geplaatste vensterpartijen, zie je terug op dat voorbeeld. Dus ook die diversiteit, dat maakt juist dat het een heel interessante aanblik is. En nou ja, goed, dat zijn een beetje de voorbeelden van wat je uit zo'n cultuurhistorische analyse kan halen. Vervolgens zijn er verschillende dingen mee gedaan. Zoals gezegd, het aanwijzen als monument is een onderdeel van hoe je die cultuurhistorische waarde beschermt. In het bestemmingsplan komt het natuurlijk terecht. Hè? Dat groot-klein, dat kan je bewaken in het bestemmingsplan. Dat de orde twee panden niet gesloopt worden, dat kan je regelen in het bestemmingsplan. Monumenten zijn natuurlijk sowieso met regelgeving beschermd tegen sloop. En het vastleggen van wat je nou wilt terugzien in de nieuwbouw, dat regel je natuurlijk in het beeldkwaliteitsplan. En vanuit die cultuurhistorische waarde, wat ik net allemaal vertel, dat is ook weer meegenomen in onder andere in dat beeldkwaliteitsplan. En daarover zal mijn collega Nicole Verbeek Woldhuis jullie meenemen in dat beeldkwaliteitsplan. In de voorgaande presentatie is een toelichting gegeven op de voormalige fabriek Meneba. De transformatie van dit industrieel gebied naar een levendig woongebied heet het project Zaankwartier. Bij deze transformatie is het van belang de bestaande ruimtelijke kwaliteiten te waarborgen. Dit kan door de aanbevelingen vanuit de cultuurhistorische verkenning te vertalen naar een beeldkwaliteitsplan waarin de uitgangspunten voor stedenbouw, architectuur en materiaalgebruik zijn gebundeld. Alle ontwikkelingen binnen dit gebied worden getoetst aan de ruimtelijke kwaliteit zoals deze is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. Algemene uitgangspunten die in het beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen zijn onder andere dat de beeldbepalende monumentale gebouwen behouden blijven en worden hergebruikt. Bij transformatie en vervanging van industrieel erfgoed blijft iconische waarde behouden door voor te bouwen op bestaande stedenbouwkundige en architectonische karakteristieken en kwaliteiten. De oorspronkelijke kwaliteit en diversiteit komen zichtbaar terug in de nieuwbouw, in de vorm van massa, architectonische elementen, overeenkomsten in oorspronkelijk materiaal en kleurgebruik. Met de nieuwbouw wordt een nieuwe tijdslaag toegevoegd aan de geschiedenis van het Meneba-complex. Hoewel de overeenkomsten worden opgezocht met de voorafgaande tijdslagen, is de architectonische interpretatie en detaillering hedendaags. Naast algemene uitgangspunten zijn de specifieke karakteristieken en kenmerken per tijdslaag uit de cultuurhistorische verkenning overgenomen. In het beeldkwaliteitsplan zijn daar uitgangspunten voor geformuleerd voor ontwikkeling ten aanzien van stedenbouw, landschap, architectuur en natuurlijk ook buitenruimte. Motto is om de karakteristieke sfeer en identiteit door de tijdslagen heen herkenbaar te houden. Daarnaast vormen de waarden het vertrekpunt voor de nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste identiteitslagen voor de bouwstenen zijn diversiteit. Een blokkendoos met grote verscheidenheid aan elementen, schijnbaar willekeurig op en naast elkaar geplaatst. Contrast. De rijkdom aan contrasten, zoals open gesloten ruimtes, hoge lage elementen, donkere lichte materialen
in grote en kleine onderdelen. Daarnaast hebben we de eenheid in verscheidenheid, overeenkomsten van kleuren en materialen, de geleding van de gebouwen. Juist deze overeenkomstige karakteristieken maken het gebied tot een herkenbare eenheid. Door bestaande kwaliteiten te behouden en te versterken, ontstaat een sterke samenhang in de ruimtelijke opzet van het gebied. Het plangebied is ruimtelijk op te delen in zones. De industriële strip die tussen de Zaan en Noorddijk ligt. Het centrale plein met haar monumentale panden. De Groene Zoom met nieuwbouw in een groene setting. De Noorddijk, het historische lint dat loopt van noord naar zuid door het plan en verbindt daarmee het plangebied met de doorlopende route langs de Zaan. Elke zone heeft een eigen identiteit met industriële uitstraling als gemeenschappelijke deler. Met het beeldkwaliteitsplan zorgen we voor een transformatie van een karakteristiek industrieel gebied naar een levendig woongebied waarbij de karakteristieken en kwaliteiten van het plangebied behouden blijven. We zijn deze presentatie begonnen met een toelichting op cultuurhistorische verkenning. Aanbevelingen zijn hieruit opgenomen in het masterplan en stedenbouwkundig plan. Ook zijn ze verwerkt in het beeldkwaliteitsplan dat voor besluitvorming voor u ligt. Binnenkort zal het bestemmingsplan volgen. Over de planning wordt u nader geïnformeerd. Tot slot willen wij u bedanken voor uw aandacht.